Dit zijn de 11 namen met misschien maar één verrassing daar echt in. Duljevic van Dynamo Dresden, de man met nummer 17. Hij speelt waardoor Lulic op het middenveld komt. Kijken ook naar Medunjanin en Bezic. Dat zijn toch wel goede voetballers. En de rechterflank die kennen we in het Belgische voetbal. Want Vranje schakelde met AEK Athene Club Brugge uit. En Visca deed dat met Basakse hier ook. De ene in de Europa League, de andere in de voorronde van de Champions League. Tegen een Club Brugge dat toen nog niet echt in vorm zat natuurlijk. Dit zijn de Rode Duivels met dus flink wat jongens met een gele kaart achter hun naam. Dat is al opvallend. Die zijn er niet bij in de afscheidswedstrijd. Wat zeg ik, de afscheidswedstrijd? De belangrijke wedstrijd van Jan Vertonghen. De afscheidswedstrijd van Jan Keulemans als recordhouder met 96 caps. Vertonghen heeft er tegen Cyprus 97. Dat is een beetje zijn euvel. Hazard, goede combinatie. De kans en meteen de goal. Jawel, het is 0-1. Thomas Meunier doet gewoon waar hij mee bezig is. Gaat op de ingeslagen weg door. Mooie goal. Eden Hazard met de paas. Meunier gevonden. En Bosnië kijkt na 4 minuten al tegen een achterstand aan. 0 tegen 1. De man van de hattrick tegen Gibraltar. Scoort nu ook. Veel Rode Duivels in de 16. Batshuayi, Carrasco. Goede loopactie van Batshuayi. En dan nog even de knie van een Bosnische verdediger. Maar die bal ging er sowieso in. Vranjes raakt hem nog. Dit is natuurlijk nog iets anders. De voorzet van Kolasinac. Dzeko neemt mee. Dzeko opgesloten daar. Ja, de goal. Medunjanin scoort. Die bal toch nog tussen de eerste paal en Courtois. En Medunjanin die er 1-1 van maakt. En ja, het is niet eens onverdiend. Na een half uur voetballen. Uitstekend begin van de Rode Duivels. Maar de Bosniërs namen het hef toch geleidelijk aan in handen. En kijk naar de vreugde. Kijk naar de passie die hier van de tribune spat. Niet alleen maar regendruppels en Dzeko is een klasbak. Meenemen. Ja, het is ook even Vermalen. Ze hebben geluk bij dit doelpunt. Vermalen treft geen schuld naar de deviatie op zijn enkel. Legt ook Thibaut Courtois in de luren. Had gekund. Begovic kiest voor de trap. Dzeko denkt even van nee. Niet voor mij, maar Vertonghen onder de bal door. Visca met de kans. Visca, jawel. Onder de benen van Courtois. Blunder van Jan Vertonghen. Dzeko, moet u eens goed bekijken. Die was al richting Begovic bezig van wat doe je nu? Die trap, daar ga ik niet meer achteraan. En misschien was het wel net dat wat de Rode Duivels in verwarring bracht. Te veel ogen gericht op de aanvoerder, de charismatische leider. En Visca uit het oog verloren. Maar het is wel een hele slimmelige manier om een goal te slikken. En zo ligt die goede openingsfase al lang onder ons. Daar Dzeko, armen wijd van. Waarom? Ja, daarom dus. Omdat je ook op deze manier kan scoren. Mooie kap. Heerlijke actie. Carrasco naar zijn rechter. Carrasco. Nee, Begovic. Batshuayi scoort. Wat een actie van Yannick Carrasco. En Batshuayi. Wat een spits moet doen. Dat kansje nemen. Maar een heerlijke dribbel van Carrasco. Eerst van op rechts. Eerst al die beslissing om naar rechts te trekken. Om ondanks al dat verdedigende werk ook dit nog te doen. De boel open trekken en dan nog adem genoeg, want dit was de tweede dribbel. Sunjic het bos in, het Soniewoud in, geen klein bos. En dan treft Begovic weinig schuld, behalve dat hij niet echt heel snel recht is, maar ja. De Bruyne
En jawel, Jan Vertonghen. 2-3. Leek een hele vreemde, fladderende hoekschop. Een vlottende bal. Carrasco steekt er een been tegen. En Vertonghen in de tweede zone. Daar De Bruyne. Vreemde hoekschop. En Medunjanin, die daar aan de paal blijft staan. Dan kan er van buitenspel sowieso geen sprake zijn. Was het ook niet, leek me. Carrasco. Kan je het een assist noemen als je niet weet waar die bal belandt? Tuurlijk kan dat. Met Izad Hajrovic van Werder Bremen. En daar is de goal. Daar is de goal. Helemaal alleen Dumic van FC Utrecht. Fusilleert Courtois op 2 meter van de neus van onze doelman. Daar komt hij los. Wordt niet opgepikt. Daar trekt hij de 16 in. Alderweireld. Vermalen komt ook nog. Maar die hinkt met krampen ook. Meunier. Slecht ontzetten daar. Geen buitenspel. Carrasco. Jawel. 3-4. Carrasco. Batshuayi offside. Hij niet. En dus 3-4. Yannick Carrasco. De man van deze wedstrijd dus. Tongen komt zeggen. Ja, ze spelen nu met 2 spitsen. Wat doen we daaraan? Hier. Lepeltje van Meunier. Carrasco. Voorbij Begovic. Diego Simeone kan tevreden zijn. Hij krijgt een spits vol vertrouwen terug. Handig gedaan hoor. Gewoon aan de eerste paal binnen tikken. Mochten we hier winnen. Maar nou, daar denken de Bosniërs nog altijd anders over. Niet op pad gestuurd door Juri Tielemans. Begovic knalt weg. De Rode Duivels winnen in Bosnië met 3-4. En in een wedstrijd die we gerust als knotsgek mogen bestempelen. Dat gebeurt vaak in het sportjargon, maar dit was er echt één.